Quick Food, Quick Veilig Suriname. Speciale lessen voor Ghanese schoolverlaters. En jij hebt recht op privacy. Goedenavond allemaal en welkom bij een nieuwe uitzending van het 10 Minuten Jeugdjournaal. No Quick. Dat is de noodkreet van een nieuwe campagne die vandaag is gelanceerd in de TBL Cinemas. Hiermee roept de organisatie jou op om mee te werken aan een Quick Veilig Suriname. De No Quick Movement is een productie van de Backlot in samenwerking met verschillende stichtingen. Het doel is om onder jong en oud bewustwording te creëren over de gevaren van kwikvervuiling. De campagne bespreekt niet alleen de problemen, maar vooral ook de oplossingen om voor een kwikvrij Suriname te zorgen. Het hoogtepunt van de dag was de lancering van de website. We hebben een movement zijn we gestart, een beweging, een actie waarbij we hopen dat heel veel mensen en vooral kinderen op de website gaan en lezen en zeggen, ja, ik wil dit ook. En wat is dit wat ik niet wil? Ik wil geen quick. Ik wil no quick. En je kan wel zeggen van, ik wil het niet, maar dan moet je weten waarom niet. En op de website kunnen kinderen alles lezen erover. De campagne is heel actief en feestelijk geopend. Aan de hand van verschillende spelletjes kregen kinderen steeds meer te horen over quick. Deze spelletjes zullen trouwens het heel jaar door in het land gespeeld worden. Degenen die geen toegang hebben tot het web om informatie te vinden, wij gaan op bezoek. Daarvoor hebben we die bus laten bestickeren. De bus gaat heel de Paramaribo, Suriname. Overal gaan we met de bus waar we kunnen komen naartoe om de kinderen informatie te geven. Via spelletjes, filmpjes, quizjes. Op alle mogelijke manieren gaan we ze alles uitleggen over quick. We zijn naar hier gekomen, we hebben verschillende spelletjes gespeeld, gaan vissen vangen, vissen met kwik en vissen zonder kwik en nog een paar andere dingen. In het binnenland, die mensen die werken in de krieken, zo vervelen die krieken dat die kwik komt naar buiten in de rivier, dat die vis eet die kwik. Wanneer die mensen die vis kan vangen, dat is ook die kwik dat gaat zo ziek worden. Je gaat ziek worden en wanneer je ziek wordt, als je niet vroeg naar de dokter gaat, ga je doodgaan. De kwik is heel gevaarlijk, want je krijgt klachten van je buik, klachten van je longen. De No Quick campagne wil mensen in heel Suriname stimuleren om actiever te worden in de strijd tegen het kwikprobleem. Daarom is er ook een speciale dans ontwikkeld, de Body Music Challenge. Door de Music Challenge aan te nemen, geef je aan dat je de No Quick campagne ondersteunt. Nu zijn al een paar bekende Surinamers de uitdaging aangegaan. Ook bedrijven ondersteunen de campagne. We doen mee omdat we sowieso supporten. We zijn ook tegen de quick gebruik. De technologie is tegenwoordig zo ver dat er andere alternatieven zijn en we vinden dat dat gewoon toegepast moet worden. Met Tutu supporten wij dat door Tutu. Op een kindvriendelijke manier dat de awareness bij te brengen bij de kinderen. Ja, die No Quick campagne is denk ik inderdaad heel belangrijk om meer kennis te verspreiden onder iedereen, onder jonge mensen, onder oude mensen. En ook om het inderdaad een beweging te laten zijn, want een heleboel dingen zijn bekend, maar het lijkt soms alsof we allemaal in onze stoel blijven zitten en denken er is toch niks aan te doen. Maar ik denk dat de stem van iedereen die zich hopelijk aansluit bij die No Quick campagne, dat toch gewicht in de schaal zal leggen, dat we er werkelijk tot actie over gaan. Quick wordt vooral in de goudsector gebruikt. Niet alleen in het binnenland, maar ook in de stad wordt Quick gebruikt bij het verwerken van goud. Het is belangrijk dat Suriname quickvrij wordt, omdat Quick veel invloed heeft op het milieu en de mens. Speciale lessen voor schoolverlaters in Ghana. En tieners in Nepal vragen om meer respect voor vrouwen. Het is nu tijd voor de kortjes van het Wereldjeugdjournaal Wadada. In
In een aantal landen zijn er tieners die weglopen van huis en niet meer naar school gaan. Bijvoorbeeld in Ghana. Zij worden door het speciale aandachtproject school geholpen. De meeste kinderen van deze school hebben leerstoornissen zoals dyslexie. Het normale Ghanese schoolsysteem biedt hun geen lessen aan. Het project zorgt voor deze kinderen met speciale behoeftes. Ja, maar dan doe je mijn meditatie, doe je mijn plaats, dan doe je mijn werk bij. Ik ben een acteur en ik ben een voetballer. Ik ben een school. Yeah, as a women's right ko bare ma ma kehi bolna gai rahego chu. Women arthat nari e aajako bishwa ma bhanincha nari ra purush eutai rath ka dui pangra hun tara hamro desh ko awastha ma herda kheri women harlai nari harlai purush jasto samman adhikar opportunities ra इज्जतहरु दिइरहेको मैले पाएकी छुइन महिला हिंसाका दिनदिनै हामी नयाँ नयाँ किस्साहरु सुन्ने गर्दछौ यसरी नारीहरूलाई शोषण दमन गरी नेपालको सहरीय बस्तीको कुरा नगरेर ग्रामीण दुर्लभ ठाउँहरूमा कुरा गर्दाखेरि वुमेन अर्थात् नारीहरू अहिले पनि निकै पीडित रहेका छन् संकुचित सोच र धारणाका कारणले उनीहरूलाई धेरै अपिल्सिएर राखिएको छ त्यसैले वुमेन्स राइट अर्थात् नारी अधिकार महिला अधिकार हाम्रो लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ जसरी नेपोलियन बोनापार्टले भनेका छन् मलाई एउटा शिक्षित आमा देऊ म एउटा शिक्षित राष्ट्र तिमीलाई प्रदान Heel veel meisjes houden ervan om mode te maken. Het is daarom ook belangrijk dat zij op de juiste manier doen. Voor deze groep meisjes was er een workshop over make-up tijdens de speciale spa-dag. Make-up, ik vind alles leuk. Nagels, lipgloss, lipstick, eyeshadow, rouge. Hairstyle, spelen, make-up zetten, nagel doen en modeshow maken. 80 meisjes doen mee aan de spa-dag. Hoewel het de bedoeling was dat de meiden al heel gauw zouden starten met de workshop, lukte dit niet, want het was een regenachtige dag. Maar dan nog probeerden enkelen het zelf leuk te maken. Natuurlijk werden er ook spelletjes gespeeld en konden de meisjes het moment ook laten vastleggen. Deze meisjes zijn helemaal weg van make-up en hebben ook advies voor jou. Ik vind het heel leuk, maar ik vind dat kleine kinderen niet zoveel make-up moeten zetten. Ze mogen wel, maar als ze klein zijn niet te veel. Want anders, als je groot wordt en je zet veel make-up, gaat je gezicht oud worden. Regen of niet, de meisjes hebben toch het een en ander kunnen leren over nagels lakken en make-up zetten. Jouw eigen kamer, jouw tas of jouw dagboek. In dit alles bewaar jij jouw geheimen. En dat mag, want jij hebt het recht op privacy. Thank you.
We gaan morgen verder met de One Minutes. Dan hebben wij het over het recht op een gelijke behandeling. Welterusten en tot morgen. Doei!